Hoi allemaal, een video met een wat andere lading dan normaal. We gaan hier niet zo heel erg veel lachen, er komen geen grappige edits in voor. We gaan het namelijk over een video hebben die we misschien al wat eerder hadden moeten maken hier op de G om heel veel van jullie te kunnen bereiken. Ik ben hier ook niet alleen, ik ben hier samen met Daryl, die ga ik zo meteen opnieuw introduceren met waar hij eigenlijk onder andere voor staat. Maar jullie kennen hem misschien wel als hij begint te praten als de persoon van de Kingdom Rap. Kinderen 2 en 3, hè? 2 en 3, ja. 2 en 3. We gaan het vandaag namelijk hebben over... niet wegklikken, het is niet nodig. We gaan uitleggen waarom het echt nodig is. De Zwarte Piet discussie. Om het maar even zo te noemen. Of Zwarte Piet in het algemeen, eigenlijk. Of over racisme. Waarom doe je dat, David? Ga je nu ons vertellen dat het allemaal fout is wat wij doen? Nee, absoluut niet. En als je lekker blijft kijken, dan kom je er ook van achter. Niemand is hier een slachtoffer, niemand is hier een schuldige. Het gaat voornamelijk over awareness, om het zo maar even te zeggen. Ik denk dat dat een mooi woord is. Ja, maar ik heb een heleboel stellingen voor jou. Ik heb een heleboel onderwerpen voor jou. Maar laten we er gelijk erin gaan schieten met de volgende. Is Zwarte Piet racistisch? Dat is een goede vraag. In huidige vorm, zoals hij nu wordt afgebeeld, ja. Oké, okay. En waar komt dat door? Dat is ook een goede vraag. Dat is omdat als je kijkt naar hoe die wordt afgebeeld, het accentueren van de lippen en de egale zwarte huidskleur, het kroeshaar, zal ik maar zeggen, dat is heel erg, je zet echt blackface neer, zal ik maar zeggen. En wereldwijd is blackface een begrip wat je niet kan doen, het karikatureren van zwarte mensen. En dat heeft voornamelijk te maken met hoe Zwarte Piet is ontstaan. Dat is hij verzonnen door Jan Schenkman in 1803. Ja, dat is een beetje de laatste tientallen jaren van de slavernij. Nog eens wel in de slavernij. Ja, eigenlijk hij is geboren in 1803. Is Jan Schenkman geboren. Ja. En hij is gestorven op 4 mei 1863. Dus nog voordat de slavernij is afgeschaft, ja, is hij gestorven. Dus zijn wereldbeeld, met dat wereldbeeld heeft hij Zwarte Piet verzonnen. En daarvoor werd eigenlijk het oorspronkelijke verhaal van Sinterklaas kent geen knechten of hulpjes. Komt hij uit Spanje? Nee, Sinterklaas is een bisschop uit Myra. En dat is eigenlijk ook niet Turkije, maar volgens mij het oude Persische Rijk. Romeinse / Persische Rijk, volgens mij. Ja, precies. Voordat je gelijk denkt, oké, dus ik ben een racist, want ik en mijn familie vieren Sinterklaas. Heb jij ook wat over te zeggen? Ben ik een racist volgens jou? Of is Henk Jan, die nu aan het kijken is, 11 jaar, zijn zusje 7, die gelooft er nog in, zijn dat racisten volgens jou? Nee, absoluut niet zelfs. Nee. Waarom niet? Omdat, om echt een racist te zijn, moet je het wel een soort van bewust doen. Je kan niet iets wat je onbewust doet, of waar je eigenlijk geen weet van hebt. Je kan niet iemand zeggen van, oh, je hebt het gevierd of je hebt er plezier van gehad. Dat maakt je een racist. Ik heb het zelf ook gevierd vroeger. En ik heb er zelf persoonlijk niet heel erg last van gehad of iets dergelijks. Maar in mijn omgeving, op een gegeven moment leerde ik mensen kennen die daar wel heel erg veel last van hadden. En dat ik iets van, oké, als het mensen pijn doet, dan wil ik graag dat het jou niet meer pijn doet en dat we op een andere manier dan invullen. Dus nee, het maakt je geen racist. Al helemaal niet als je intentie nooit slecht is geweest. Is het ook niet zo dat Zwarte Piet, je zegt het is racistisch, de gedachtegang erachter is racistisch. Is het niet meer een bepaalde vorm van beeldvorming waar je het over hebt? Want je kunt natuurlijk heel veel dingen verzinnen van, ik zei het in de auto al, een soort kerstman met zijn mini-elfjes. Mm-hmm. Kinderarbeid, noem het zoals je wil. Is het niet door een bepaalde groep, en dan bedoel ik niet bij allochtonen, maar gewoon een bepaalde groep mensen die dit nu vinden. Er zijn heel veel blanken bij, zoals je al zei. Mm-hmm. Wordt het daardoor niet nu gezegd van dat is racistisch, want het heeft met die huidskleur te maken? Of met in de vorm van elfjes inderdaad, die zijn al een fictieve groep natuurlijk. Mm-hmm. Is het niet meer een beeldvormingsprobleem wat er neergezet wordt, als omdat het echt daadwerkelijk racistisch is als jij naar je verkleedt als Zwarte Piet, zelfs na het kijken van deze video? Het is beide. Dus het deel van de beeldvorming, dat is eigenlijk waar het hele probleem ligt. Het gaat niet eens zozeer om de Zwarte Piet, maar meer hoe die wordt afgebeeld. Het is het spelen van een andermans huidskleur met een andere haarstructuur die eigenlijk gewoon de elementen van blackface heeft, zou ik zeggen. Ja. En dat is eigenlijk waar het om gaat en wat voor heel veel mensen het knelpunt is. Maar tot aan waar gaat dat? Want er zijn natuurlijk heel veel comedians bijvoorbeeld. Ja. Die karikatuurtjes maken van mensen uit het noorden van Nederland. Lekker de boer speelden. Of letterlijk, zelf van mij, of een Antilliaan of een Surinamer, of Surinamer 100%, Jurgen Rijman, die een karikatuur maakt van een van zijn eigen oudere vrouwen. Daar ben ik ook absoluut geen voorstander van. Want je moet je voorstellen, als de Nederlander, blank, zwart, maakt niet uit, dat ziet op televisie. Ja.
hoe zien zij dan het verschil met dit is grappig, hier mag ik om lachen en oh oeh, hiermee ben ik de geschiedenis aan het bedoezelen in feite. Dat is ook een goede vraag. Het is lastig vooral omdat grappig is sowieso is sowieso relatief van wat is grappig. Bijvoorbeeld, ik denk dat wat humor betreft, ik denk dat het ook heel erg gebonden is waar je opgroeit, met wie je opgroeit, maar ook hoe bewuster je wordt van dingen in het leven, hoe minder je kan lachen om dingen die je misschien vroeger wel kon lachen. En persoonlijk, ik vind bijvoorbeeld Jürgen Rijn vind ik persoonlijk niet grappig. Ik vind het op die manier eigenlijk een typetje neerzetten. En dat had ook bijvoorbeeld een boer kunnen zijn. Ik vind het neerzetten van types die kwetsend kunnen zijn voor iemand anders, vind ik per definitie niet grappig. En dat maakt mij niet uit wie dan het typetje is. Dan komen we al wel in de buurt van vrijheid van meningsuiting, zou ik bijna zeggen. Mm-hmm. En is het aan de ene kant namelijk racistisch als je zegt Zwarte Piet moet blijven, als dat ook daadwerkelijk je mening is. Dat is een grondwettelijk iets natuurlijk, net als dat ook in de grondwet zegt dat je niet mag discrimineren. Ja. Racisme is natuurlijk een vorm van discriminatie. Ja. Waar trekken we dan de grens? Want je zegt al, het is jouw mening dat je hem niet grappig vindt, maar heel veel andere mensen vinden het wel. Ja, zeker. Dus is het dan een minderheid, wederom niet in de vorm van afkomst of iets dergelijks, maar een minderheid van het aantal mensen, anders was Rijman al lang van de televisie af geweest, dus meer dan de helft van Nederland om wegbouw, die dan eigenlijk moet gaan bepalen of iets wel of niet mag. Ik denk dat het gaat denk ik vooral om moreel. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we met z'n allen beseffen waarom iemand iets wel of niet grappig vindt of wel iets of niet iets kwetsend vindt. En ik denk dat het voornamelijk moet gehandeld worden uit het moreel. Ik ben niet een voorstander van dingen verbieden wettelijk. Omdat stel dat je bijvoorbeeld, Zwarte Piet bijvoorbeeld verbiedt wettelijk. Dat heeft het gevolg, als er daarna bijvoorbeeld niet stappen worden ondernomen om mensen te educeren waarom, dan heeft het eigenlijk niet het gewenste effect. Dan zit bijvoorbeeld misschien inderdaad een Henk zit boos op zijn kamer en denkt, ja, waarom eigenlijk? Terwijl ik zou eigenlijk willen dat bijvoorbeeld Henk begrijpt wat nou het punt is. Ja, het probleem is wel dat je als je een vergelijking maakt tussen, ik wil het niet verbieden, maar als je het nog wel doet, ben je een racist. Zo komt dat over op bijvoorbeeld mij. Dus ik heb eigenlijk geen keuze. Of ik word door best veel mensen een racist genoemd, of ik stop ermee. Of ik pas het dusdanig aan, zodat jij het bijvoorbeeld akkoord vindt. Dat voelt, en niet alleen voor mij, maar voor eigenlijk alle voorstanders van Zwarte Piet, wat ik een beetje gevolgd heb in de media, voelt dat aan als een soort dwang. Hoe zie jij dat? En hoe denk je dat zij dat ervaren? Ja, ik denk dat het voornamelijk te maken heeft omdat zij hebben een positieve ervaring met Sinterklaas en Zwarte Piet. En ze worden iets afgenomen. Ja, dat is het gevoel wat eigenlijk is je hebt iets uit je jeugd, zal ik zeggen, wat je heel erg leuk vond. En op een gegeven moment vertelt iemand je van, joh, je jeugd, zal ik zeggen, of dat deel van je jeugd, dat is eigenlijk niet zo heel erg leuk voor iedereen. En ik kan me heel goed voorstellen dat je eerste reactie is vanuit, dat noemen we cognitieve dissonantie. Dus wat er eigenlijk gebeurd is, je hebt een ontkenningsfase van een kern. En je hebt eigenlijk een kerngeloof. En je gelooft in de kern wat je hebt geleerd van je ouders. Bijvoorbeeld als jouw ouders je altijd hebben gezegd, ja, de bladeren zijn blauw. En je hebt je hele leven geleerd dat bladeren blauw zijn. Opeens komt iemand je vertellen, nee, het is groen. Dan gaat wat er gebeurt, is jij gaat alles proberen te zeggen van, nee, het is blauw. En je gaat het proberen jij te zeggen. Jij ziet het waarschijnlijk anders. Ja, ja precies. Ja, dus, en dat is wat er vaak gebeurt, is cognitieve dissonantie. En, is dan de manier waarop er nu protest gevoerd wordt, wat in ieder geval op de media gezien wordt, en misschien dat je denkt van, daar ligt ook een deel van het probleem. Ik ken jou wat langer dan vandaag en ik weet hoe het daadwerkelijk aan toe gaat. Maar wat mensen die nou kijken, meekrijgen van de anti-Zwarte Pietenbeweging, is dat het een boel schreeuwers zijn met demonstraties en ze willen eigenlijk hun feest weghalen. Dat is wat de media, televisie voornamelijk en kranten overnemen. Ja. Dan heb ik al helemaal geen zin meer om daarna te gaan. Nee, dat begrijp ik. En dat is ook precies het doel van de media. Omdat de media heeft eigenlijk, ik denk dat het is in essentie de media voornamelijk het niet echt boeit of Zwarte Piet wel of niet blijft. Zij willen gewoon sensatie. Dat is het doel van de media. Ze willen zoveel mogelijk kliks, zoveel mogelijk mensen die hun programma's kijken, zoveel mogelijk mensen die hun kranten. Met YouTubers dus. Dus nee, maar waar het om gaat is denk ik, dat is het beeld wat wordt gegeven. Maar als je dus één op één met mensen in gesprek raakt, dan kom je er eigenlijk achter dat eigenlijk wil iedereen het feest vieren.
eigenlijk alle demonstranten die je ziet, zal ik zeggen, die willen allemaal net zo graag het feest kunnen vieren. Ja. Alleen op een ietsje andere manier. Dat is eigenlijk wat het is. Ja, ik ben zelf persoonlijk heel erg bang, niet zozeer om Zwarte Piet anders te gaan noemen, anders te laten kleden, geen smink meer te gebruiken, maak hem paars. Ik ben, ik heb nog niet eens gezegd aan het begin, maar hij is overduidelijk zijn tegenstander van hoe het nu gevierd wordt en hoe Zwarte Piet wordt neergezet. En ik ben een neutrale voorstander, om het zo maar te zeggen. Ik vind verandering niet erg, maar ik wil het zelf kunnen beslissen. En daar zit voor mij betreft het grote probleem, en dat hebben we ook al eerder besproken. Moeten wij luisteren naar een minderheid? En wat zou dan bijvoorbeeld een volgende stap kunnen zijn? En ik wil best het voorbeeld wel geven die ik eerder heb gegeven, maar die weet je al. Moet een minderheid kunnen bepalen, ja, wij vinden dit slecht en beledigend. Haal het maar weg of pas het maar aan. Waar trekken we dan de grens? Ik denk dat de grens, ik denk dat het voornamelijk, wat ik merk is als ik met mensen in discussie ben en zij begrijpen waar eigenlijk het daadwerkelijke probleem ligt en ze snappen de historie erachter en mogelijk de symboliek erachter. Dan merk je toch dat mensen het dan uit zichzelf, omdat ze het begrip hebben, dat ze het willen veranderen. Dus ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met onbegrip. Of omdat er niet genoeg tijd ook in de media wordt besteed om het goed uit te leggen wat precies het punt is. Want het kan niet zo zijn dat als ik één op één met mensen in gesprek ben en die mensen ik eigenlijk aan binnen een half uur eigenlijk kan uitleggen wat het is, dat ze denken, oh, zo heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Hé, misschien heb je wel een punt. En laat me daar een keer over nadenken. Of soms komen ze terug van, Ja, ik heb, en dat is terugkomen op de vraag natuurlijk niet het beeld wat de media laat zien. Nee. Want er wordt geduwd en er wordt geschreeuwd. Ja. En, ja. Maar ik denk dus om terug te komen op jouw vraag. Ik denk dat het voornamelijk belangrijk is dat we altijd naar elkaar luisteren. Dus en proberen te vinden gewoon van, waar heeft precies bijvoorbeeld persoon A last van en wat is het dat persoon B tegenhoudt om dat of te veranderen of waar missen ze elkaar eigenlijk? Ja. Want er is gewoon vaak onbegrip voor elkaar. Ik denk dat het in de kern is. Dus het is. En wat we eigenlijk een beetje missen, dat wordt een wat minder spannende televisie of headlines voor de krant. Maar ja, dat zijn eigenlijk juist gesprekken als dit. Juist. Die jij op straat wel degelijk met mensen voert, maar daar wordt niks over gezegd. Daar wordt niks over gezegd. Nee, precies. En dat is jammer, want hoe de discussie wordt neergezet, het is alleen maar vuur eigenlijk de hele tijd. Terwijl als je gewoon een normaal gesprek met iemand erover probeert te voeren in het dagelijks leven, merk je toch dat het vaak wat makkelijker gaat dan wanneer je dat of op social media doet. Ik ben gewoon discussiëren op social media, doe het niet, het werkt niet. Nee. En of de media in praatprogramma's, want je hebt maar een uur en die daar wordt in bewerkt en je weet ook niks wat je van je tegenstander, om het zo maar even te zeggen. Dat kan een hooggeleerde zijn, ja. Of het kan letterlijk een aardappel zijn en dat weet je ook natuurlijk maar nooit. Nee, en het is een sensatie, het is gewoon puur voor de kliks. Weet je, ze willen gewoon spannende televisie en er is niks leuks aan op televisie dan als mensen het de hele tijd met elkaar eens zijn. Dan, oké, leuk, weet je. Dus ze proberen gewoon sensatie te maken. Terwijl eigenlijk in het dagelijks leven over alle discussies gaat het er zo aan toe zoals het op de wereld draait doorgaat? Of gaat het gewoon aan toe zoals een normaal gesprek, ja. Als jij in een zinnetje, en daar gaan we waarschijnlijk ook mee afsluiten, de oplossing, want die willen heel veel mensen natuurlijk weten. Ja. Waar gaat Darryl nou tevreden mee zijn? En niet alleen jij, maar eigenlijk mag ik het een beweging noemen? De beweging hierachter? Ja. Ja, dat klinkt redelijk netjes, toch? Ja. Wat zouden jullie graag willen zien rondom Sinterklaas en Zwarte Piet? Ik denk dat wij met z'n allen een feest willen wat voor iedereen leuk is. En waarin niemand hoeft herinnerd te worden aan een niet zo leuk tijdperk. Om het maar even netjes te zeggen. Ik denk dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld voorstander bijvoorbeeld van geen hulpje. De Sinterklaas is een solo persoon. Of sommigen zeggen doen een roetveegpiet. En anderen zeggen doen bijvoorbeeld een regenboogpiet. Er wordt heel veel mee geëxperimenteerd. En een andere vriend van mij die kwam weer met, die vond ik ook heel grappig. Die zei van waarom doen we niet gewoon iets met superhelden? Man, gewoon allemaal superhelden. Vond ik ook heel grappig. Oké, creatief. En een andere persoon die ik ken, dat vond ik de mooiste, is die zei van ieder kind een sint. Dus die wil eigenlijk allemaal sintjes. Dus dat ook dat vrouwen bijvoorbeeld een sint kunnen zijn. Ja. Dat iedereen is een sint. En, zie je dan niet als probleem dat dit eigenlijk de kern is? Dat je zegt van maar Zwarte Piet gaat weg, maar wij als kleine groep mensen in Nederland, als in niet de meerderheid, ja, zo gaan we het doen. Het is natuurlijk
Ik snap 100% waarom je het weg wil hebben. Ja. En waarom je het aangepast niet weg wil hebben, sorry, waarom je het aangepast wil hebben. Ja. Maar een echte globale oplossing van alle tegenstanders heb ik eigenlijk nog niet echt heel erg gehoord. Ja, en eigenlijk ook, en hij zegt dit en hij zegt dit. Wat vind jij? Ja, wat ik denk ook waar het om komt, waardoor denk ik voornamelijk komt, is dat de meeste tegenstanders misschien niet eens zo per se bezig zijn met de oplossing. Is puur met het feit, als ik jou bijvoorbeeld iedere dag bijvoorbeeld een klap zou geven. Ja. Iedere dag geef ik jou gewoon een paar klappen. Ben je eerst bezig om te zorgen dat je me niet kan slaan, in plaats van om te kijken waar ligt het aan dat je me slaat? Nou, dat had ook gekund. Ja. Nee, maar op een gegeven moment geef jij aan van, joh, ik wil niet meer dat jij mij een klap geeft. En dan zeg je vervolgens zo, oké, is goed. Maar als jij wil dat ik, dan zeg ik, oké, is goed. Als jij wil dat ik jou geen klappen meer geef, dan moet jij met een alternatief komen, zodat ik stop met klappen geven. Dat is een beetje de omgekeerde wereld. Ja, in feite, ik moet gewoon stoppen met klappen geven. Zeg, het is in de essentie al verkeerd en het moet gewoon weg en de oplossing zou niet eens zozeer bij mij moeten liggen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Als het maar niet die karikatuur is van Zwarte Piet, ja, die gewoon lijkt op een slaaf van 200 jaar geleden. Correct. Oké, okay. Nee, dat is duidelijk. Dan gaan we even een beetje in de realm of fiction, want we willen niet alleen maar enge dingen als feiten komen. Ik heb gewoon even een hersenspinsel die ik nog niet eerder aan je voorgelegd, dus deze komt je echt rauw op het dak. We hebben het over beeldvorming gehad. Ja. Het verschil tussen beeldvorming en racisme in feite. Hè? Dus wanneer is het echt de slaafneger, om het zo maar even te zeggen. Is het niet zo dat het voor een heel groot deel ook niet alleen door die media komt die zegt, nee, Sinterklaas is allemaal prima en we gaan jullie als schurken neerzetten, maar dat het ook de andere kant van de media is, die eigenlijk door mensen die zich als slachtoffer zouden moeten mogen kunnen voelen, omdat ze een donkere huidskleur hebben, bijvoorbeeld rappers, ja, zelf ook nog steeds een bepaalde toon in hun cultuur brengen die dit niet beter maakt. En dan heb ik het niet over dat Sinterklaas in een rapvideo voorkomt, mm-hmm, maar ik heb het letterlijk, en ik zeg het hier gewoon, want het is in een context van een zin en dan kan dat, ik heb het over het woord nigger wat in een rap gebruikt wordt. Ja, het is zelfs, dat helpt niet mee, nee, om aan de blanke medemens te gaan uitleggen dat Zwarte Piet racistisch is, maar dat door honderdduizenden, vaak jonge kinderen gekocht wordt. Dat klopt. Zij vinden dat cool, ze vinden dat stof, ze vinden, ja, dat tof. Klopt. Ze rappen het mee op, ja, straat, op Utrecht Centraal. Ja. Ja, het N-woord. Ja, ik ben persoonlijk geen voorstander van het N-woord. Ik zeg ook altijd als ik het over het N-woord heb, zeg ik eigenlijk ook gewoon eigenlijk altijd het N-woord. Omdat, ja, ik ben er geen voorstander van. Nee, dat is denigrerend als hel. Want, ja, we gaan het over Zwarte Piet hebben, we kunnen hier over de origin ook nog over hebben. Maar ja, ik denk dat iedereen snapt dat dit, als ik het zou zeggen tegen iemand anders, dat het gewoon racistisch bedoeld is. Dat is ook niet als grapje bedoeld, dat is altijd denigrerend. Het is altijd denigrerend. Het, ja, nadeel is dat ze het wel tegen elkaar zeggen, ja, en in raps. Ja. Mind is blown. Ja, kijk, daar is natuurlijk een hele een discussie over, omdat het woord natuurlijk heel lang, 400 jaar lang eigenlijk gebruikt is in denigrerende vorm. En wat je ziet is dat de rappers met die achtergrond, zullen we zeggen, het woord nu ownen, zeg maar. Ja, het is een soort van, ze hebben het dan gebruikt als een soort van geuzennaam en verbroedering. En zij weten wanneer zij het woord tegen elkaar kunnen zeggen. En dat is hetzelfde beetje met hoe je het makkelijkst kan vergelijken is als je bijvoorbeeld meisjes die onderling elkaar bijvoorbeeld slet. Ja. Ja, wij als mannen hoeven dat niet te proberen, want het is gewoon super denigrerend, maar zij onderling weten de code van wanneer ze het kunnen zeggen en in welke context zonder dat het denigrerend is. Maar je snapt dat het verwarrend is. Ja, het is verwarrend en ik ben daarom ook geen voorstander van het gebruik van het woord en ik probeer ook iedereen die het woord gebruikt, probeer ik de origine van het woord uit te leggen. Ja. Het woord neger betekent letterlijk lading van slavenschip. Het is gewoon letterlijk, er bestaat geen negerland, er bestaat geen negertaal, bestaat niet. Dus mensen zijn geen negers. Dus het is een negatief woord. En ik ben er voorstander van, laten we het met z'n allen helemaal niet meer zeggen. En dan zijn er met mij een heleboel andere mensen die diezelfde mening deden. Ja. Van nou, ik zit ook niet in mijn dagelijkse woorden. Moet ik eerlijk toegeven. Ik eigenlijk ook niet. Dan gaan we nog een stapje verder. Je mag me direct afkappen als je zegt, nou, dit heeft echt helemaal nergens wat mee te maken. Maar is het ook niet zo dat het letterlijk in onze, nou, ik zou zeggen bijna aard, ook in die van jou zit, dat, nogmaals, daarmee wil ik dus niet zeggen dat een bepaalde vorm van betekenis moet hebben, hè? Mm-hmm. Maar als er in een film een enge scène voorkomt, ja, dan hebben we het vaak in het donker. Ja. Als iets
bevrijdend is, zeg maar. Mensen eindelijk los van iets of zo, dan staan ze op een fel lichtere kamer, komen ze binnen. De hemel is licht. Ja. En precies hetzelfde geldt voor het echte voorbeeld natuurlijk. Kingdom, we hebben het net over gehad. Hele raar brug natuurlijk naar Kingdom toe. Maar ja, de slechterik in Kingdom is Empire, met een half zwart gezicht. Ja. Is het niet zo dat in onze hedendaagse samenleving dat ook een beetje een norm is voor een bepaalde betekenis? In dit geval, donker is slecht. Hoe kijk je daar tegenaan? En heeft dat dan ook te maken met waardoor 200 jaar geleden die beste man dit bedacht heeft? Ja. Dat is heel, ik vind het heel tof trouwens dat je dit... Het gaat heel diep. Ja, het gaat heel diep. Tof. Ja, ik vind het heel tof juist. Als je ook het... we moeten voor de grap maar eens het woordenboek openslaan. En de woorden wit, zwart, blank en neger moet je eens... Gewoon zet ze maar eens in vier kolommetjes en check maar eens de betekenissen. Bij zwart zie je alle negatieve dingen staan. En bij wit zie je alle positieve dingen staan. En dan heb je het woord blank, wat eigenlijk een leenwoord is van het Frans. Ook van het, ja, is wit. Het betekent gewoon letterlijk wit. Ja. Maar wat Nederland heeft gedaan is... Als je kijkt naar het woord blank, staat er rein, puur en onbevlekt. Het tegenovergestelde van de neger. Dat is hoe het vroeger werd omschreven. Dat zou betekenen dus dat de neger, zoals het vroeger werd gezegd, zou per definitie dus onrein, onpuur en bevlekt. En oh ja, gevaarlijk, schuldig. Ja. Dus, dat is dus eigenlijk de framing. Dus het zit in heel veel woorden. Ja, zwart maken. Zwart maken of wit uitbetaald krijgen. Het is, zit in onze taal, zal ik maar zeggen. We noemen dit... Moet je het voorstellen dat je het Engels zou zeggen? Mensen kijken je echt aan, what did you just say? Ja, maar ook daar... I'm making someone black. Wat? Je doet wat? Ja, dat is een hele rare voor. Ja, toch? Maar ze hebben bijvoorbeeld wel blackmailing, black money, blackballing. Zwarte markt in Nederland. Zwarte markt, inderdaad. Dus eigenlijk alle negatieve dingen die wij hebben in het taalgebruik, inderdaad, met zwart en wit. Witwas is niet positief. Witwas is trouwens niet positief. Uitzondering op witte woorden criminelen. Ja. En klopt. Er zijn wel wat uitzonderingen. En dat heeft voornamelijk te maken, dat is een beetje een moeilijk begrip, dus je mag hem googlen. Dat is ons taalgebruik is nog niet, zoals je dat noemt, gedecoloniseerd. Dus we hebben eigenlijk... Het zit er nog in. Ja, het zit er nog in. En het is hetzelfde bijvoorbeeld een beetje met, dat je destijds mijn opa gebruikte bijvoorbeeld heel erg vaak het woord moffen, zal ik maar zeggen. Ja, mijn opa ook, ja. Dus het is gewoon, weet je, en eigenlijk is hij dan is hij nog niet Tweede Wereldoorlog ontlocht, zal ik maar zeggen, nu daar een woord voor is. En dat is eigenlijk wat je hebt, is dat als er een tragedie heeft plaatsgevonden in het verleden, die heel lang een zwarte dag in de geschiedenis. Ja, of eigenlijk een zwarte periode in de geschiedenis. Maar ook voor de Tweede Wereldoorlog geldt hetzelfde. En voor alle rampen die hebben plaatsgevonden, heeft het altijd een best wel een lange naslag. En hoe langer die periode heeft geduurd, hoe langer de naslag duurt. Ja. Denk jij dat we dat ooit weg gaan krijgen? Want er zijn natuurlijk tussen Duitsers en Nederlanders zijn er al verschillen, maar tussen een Braziliaan en een Chinees heb je ook heel erg veel cultuurverschillen. Ja. De ene is racistisch van zichzelf, heel veel Chinezen zijn dat. Die daar wonen tenminste van mij in Europa niet zo. Ik denk dat niemand racistisch geboren is, maar ik denk nee, maar geef je in de cultuur, maar dat zijn ze op dit moment gewoon. En ik denk nog erger als een gemiddelde Europeaan. Denk jij dat er inherent ook zulke danige verschillen tussen mensen zijn, zeg maar, qua karaktereigenschappen tot aan voorkeuren voor weet ik veel wat, puur genetisch misschien zelfs? Nee, dat geloof ik niet. Dat denk je, over 500 jaar, als wij nu de goede stappen zetten en we hebben meer respect voor elkaar, denk je dat over 500 jaar een wereldbevolking hebben die dat kan? Ik geloof het wel, maar ik denk wat ons voornamelijk tegenhaalt is politiek. We gaan niet over religie hebben, we gaan niet over religie hebben, maar dat zit er ook tussen. Maar ik denk dat politiek het voornamelijk, het is heel simpel eigenlijk, heel plat gezegd is het, misschien heb je dat voor gehoord, verdeel en heers. Dus politiek is eigenlijk met één ding bezig en dat is het verdelen van het volk en daarna kun je erover heersen, omdat het is moeilijk. Als wij met z'n allen door één deur passen, dan wordt het heel lastig om dat volk in toom te houden. Dus wat zij doen is eigenlijk constant ervoor zorgen dat er heel veel verschillende groepjes zijn. Terwijl we in essentie willen we allemaal hetzelfde. We willen allemaal geluk, we willen allemaal liefde, we willen allemaal vriendschap, we willen allemaal leuke feestjes kunnen vinden. Rijkdom. We willen rijkdom, we willen genoeg om van te kunnen leven. En dat is eigenlijk de pursuit of happiness, eigenlijk is wat wij in de kern allemaal willen. Ieder mens. Ja. Weet je, ongeacht ras, kleur, afkomst, geloof, in de kern is dat wat wij allemaal willen, op misschien een paar idioten na, maar over het algemeen is dat wat we in de kern willen.
En de grap is dat wij mensen eigenlijk meer raakvlakken hebben dan dat we van elkaar verschillen. Maar wat we doen is constant de verschillen belichten in plaats van dat we de overeenkomsten belichten. Terwijl als we de overeenkomsten gaan belichten... Een vader is een vader en een moeder is een moeder als er een kindje geboren is. Geloof mij maar. Dat maakt niet uit of je in de bosjes in Afrika woont, in een iglo op Antarctica of in een herenhuis ergens in Denemarken. Trouwens, je hebt ook een herenhuis in Afrika. Ja, zeker weten. Maar dan laten ze het ook niet zien. Nee, dat is een hele mooie steden. Er zijn steden gewoon in Afrika die gewoon... Nairobi toch? Ja, gewoon prachtige steden. Ja, en ook in Kenia. Nairobi ligt in Kenia. Maar gewoon talloze steden in diverse landen trouwens. Die gewoon prachtig zijn. Sommige zijn zelfs mooier dan New York. Dat je gewoon zit te kijken. Zo, dit ziet er echt goed uit. Maar dat laten ze ook niet zien. Beeldvorming media, ook weer een leuk bruggetje. Ja. Terug naar Zwarte Piet natuurlijk. Als je nu over... 5 jaar, als alles gaat zoals jij hoopt dat het zou gaan. Hmm. En daarmee bedoel ik niet dat jij je zinnetje krijgt. Dat is wat de media jou heel graag wil laten geloven. Dat het allemaal moet zo zijn zoals Daryl vindt dat het allemaal gaat gebeuren. Jij hebt het over een bepaalde soort... Je noemde, je had toch een heel mooi woord voor dat was... Een moreel besef. Een moreel besef, dank u wel. Ik was het woord helemaal kwijt. Ja. Je wil eigenlijk vooral ook een moreel besef hebben dat het niet alleen dit punt is... waarbij mensen uit zichzelf eigenlijk al hebben van... Oh ja, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Ja. En op die manier dat over een aantal jaren, zeg maar, dat bij wijze van spreken, dat jij niet weer hoeft te roepen van hey, hallo. Hallo? Ja. Maar dat mensen het eigenlijk uit zichzelf al doen, zeg maar. Ongeacht huidskleur of geaardheid of geslacht. Ja, zeker. Ja. Over 5 jaar is er nog wel Sinterklaas. Ja. Want het is de oorsprong daarvan gaat natuurlijk heel erg ver terug, maar is er nog steeds wel. Ja, zeker. In welke vorm precies, denk je? Ik hoop dat... Denk je dat voor sommige mensen het compleet verpest zal zijn misschien? Door al het gezeik wat er nu omheen gebeurt? Ik denk dat... Niet bewust gezeik, maar... Nee, niet bewust gezeik. Ik denk dat het voornamelijk... Ik moet even kijken hoe ik dat goed kan uitleggen hoor. Ik hoop gewoon dat het feest in ieder geval op openbare gelegenheden en op tv en hoe het wordt afgebeeld. En je ziet steeds meer op winkelketens en supermarkten en dingen houden er rekening mee. Dat het gewoon op een manier is dat... dat het feest gewoon leuk is voor iedereen. Dat ook bijvoorbeeld voor mijn neefjes en nichtjes, die misschien nu gepest worden met hun huidskleur, of die worden uitgescholden voor Zwarte Piet, dat niet meer hoeft. Dat het gewoon een kinderfeest kan zijn voor ieder kind. En dat niemand met een rot gevoel naar huis hoeft te gaan. Weet je? En wat de oplossing precies is, daar komen we vanzelf wel uit. Ik denk dat wij mensen met z'n allen creatief genoeg zijn om met iets tofs te komen wat misschien zelfs... Ja, voor mij is het sowieso toffer, maar ik geloof dat we met z'n allen iets kunnen verzinnen wat nog toffer is dan wat het nu is. En dat we met z'n allen gewoon een feest kunnen vieren waarin niemand meer hoeft te demonstreren en iedereen daarna kan uitkijken zonder een dubbel gevoel. Hoe lang zou dat duren, denk je? Want je hebt natuurlijk net over een hele mooie typische Amerikaanse debatterm cognitive dissonance gehad. Ja. Ik heb nog een hele leuke voor je, die ik nog even in de mix wil gooien, namelijk confirmation bias. Iets waar wij allemaal last van hebben, zelfs jij op... Zeker. Maar ik heb ook voorbeelden gehad waarbij een vriendin van mij die had een zoontje, zal ik maar zeggen, die haalde een VWO-score op de CITO-toets. En vervolgens kreeg hij van de docenten een MAVO-advies. Terwijl hij heeft een VWO-score. Want hij zou het toch niet afmaken, statistisch gezien? Ja, het was best wel naar eigenlijk. Uiteindelijk zijn ze ook in discussie gegaan op die scholen en zo. Zij heeft het er niet bij neergelegd. Nee. En uiteindelijk... Hebben ze het toch voor elkaar gekregen dat hij naar HAVO-VWO klas ging en zo. Maar het is het gebeurt wel dat er soms ook inderdaad best wel vaak helaas nog dat mensen worden afgewezen op basis van hun huidskleur. Als je ook kijkt naar bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, maar ook soms ook dat er bijvoorbeeld was toen een mail doorgelekt van het ING, dat er was een jongen die was op zoek naar een stageplek, die wilde bij ING, toen hadden ze op hem geantwoord en toen stond er ik heb even gekeken naar zijn profiel, maar het is niks want het is een neger, stond er in. Dus dit soort dingen gebeuren wel. Dus, en dat jongetje... Ik hoef ook niet te solliciteren bij een kebabzaak in Assen. Ja, maar heeft dat te maken met het feit om jouw huidskleur? Heeft dat te maken met het feit dat je... Ik heb er geen affiniteit mee. En misschien ook omdat je bepaalt... Het zijn natuurlijk culturele recepten. Dus ik wil... Als jij bijvoorbeeld niet bent... Maar je snapt mijn probleem, hè? Ik snap jouw punt. Want een blanke dame van een jaar of 50... Ja. Dan, technisch gezien, onderstel het zo racistisch als ik weet niet wat was. Maar dat is natuurlijk ook door te zeggen... Ja, maar de Turkse jongens die willen Arabisch kunnen spreken. En ja, dat kun jij niet.
En heb je dit eerder gemaakt dan? Nee, maar heeft een net afgestudeerde Surinaamse jongen van 20, die in principe in het bankwerk zou kunnen werken, of een stageplek zoekt, heeft hij ooit eerder met 100.000 euro van links naar rechts kunnen gaan? Mm-hmm. Heeft hij ook niet, die ervaring heeft hij niet. En dan moet je een keer ergens mee beginnen. Dat klopt. En die 45-jarige dame, die heeft misschien liever een blank iemand die met haar geld omgaat. Voordelen, 100%. Ja. Maar op dezelfde manier kan een kebabzaak het als een bank zeggen. Beide is het niet netjes. Het is beide niet netjes. Ik ben sowieso geen voorstander van het elkaar uitsluiten van bepaalde functies. Nee, alhoewel ik wel begrijp bijvoorbeeld, als jij bijvoorbeeld, stel je zou bijvoorbeeld een oer-Hollands tentje beginnen waarbij het eten soms zeggen een bepaalde culturele waarde heeft, soms zeggen, waardoor je bijvoorbeeld traditionele oer-Hollandse gerechten neerzetten, dan zou ik het. Kijk, voor mij is het gewoon zo. Misschien een kebabzaak is niet echt traditioneel, dat weet je zelf. Nee, maar voor mij, en je trouwens heel veel kebabzaken waar je trouwens heel veel verschillende mensen werken, maar dat is weer iets anders. Maar als ik bijvoorbeeld Chinees wil eten, dan wil ik gewoon. Wil ik gewoon dat er gewoon Chinese mensen staan die. Confirmation bias. Ja, confirmation bias, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ja. En als ik een oer-Hollands steentje inloop met bijvoorbeeld de pannenkoeken en boerenkool, dan wil ik Henk Jan daar staan. Dan wil ik dat Henk Jan daar staat. Ja. Gewoon, en dat is voor de misschien is dat ook bullshit. Ik wil even een heel belangrijk punt aanspreken, want dat is dus geen racisme. Dat is gewoon een persoonlijke mening wat je verwacht van iets. Als daar in één keer een Antilliaan staat bij de Henk en Ingrid winkel, vind je dat niet erg en ga je er niet, draai je niet om. Nee. Ik vind het wel leuk. Misschien dat dan denk ik iets van, oh shit. Heb je misschien juist iets om over te praten? Ja, zeker. Dan lachen dat je werkt en dan voordat je zich beledigd voelt, hoe bedoel je? Nou ja, het Nederlandse pot, wat gaaf en zo, dat je dit doet en een interesse. Nou, dat zijn de verschillen en dat heb je dus niet bij Zwarte Piet. Dat is geen kwestie van een beetje confirmation, een beetje vooroordeel van, negers zullen wel ondergeschikt zijn aan een blanke. Dat is dus overduidelijk een historisch iets. Ja, waar het op gebaseerd is. Ja. En ik denk ook met oog op de kebabzaak en andere soorten zaken, ik denk dat het ook voornamelijk te maken heeft dat ze het liefst hun eigen mensen werk geven, omdat zij statistisch gezien op de arbeidsmarkt binnen het bankensysteem en alle andere functies die we kennen, dat zij over het algemeen minder kansen hebben. Dat is statistisch bewezen. Dat als je als Marokkaanse persoon heb je bijvoorbeeld, en als Antilliaanse persoon heb je ongeveer 40% minder kans dan wanneer je wit bent. En toch zijn er bepaalde quota's momenteel. Ook bij Eigenlijk te bizar. Ze moeten blind moeten kunnen solliciteren en kijken naar de kwalificatie en niet naar de afkomst. Dat vind ik verschrikkelijk. Dat is dus ingevoerd. En ik ben eigenlijk geen voorstander van de quota, terwijl ik aan de andere kant een voorstander ben van de quota. En dat klinkt heel tegenstrijdig. Nee, ik snap het. Jij wil graag dat de diversiteit in de bedrijven zit. Ja. En als we geen quota hadden, dan zou het er niet zijn. Daarom ben je voorstander. Ja, precies. Want we zouden eigenlijk geen quota nodig moeten hebben. Het zou eigenlijk gewoon moeten zijn en moet geselecteerd worden op kwaliteit. En wat er gebeurt is dat mensen denk ik onbewust toch een beetje hun vooroordelen laten leiden. En denken, ik heb één keer een nare ervaring gehad met een Surinaamse jongen. Dus ik ga deze Surinaamse jongen nu bijvoorbeeld geen kans geven in deze functie. Terwijl die misschien wel die functie hartstikke goed kan vervullen. En ik denk dat het daarmee te maken heeft. Nou, we gaan het genoeg hebben voor kebabzaken. Dat is wel even weer klaar. Ja. Wat als er een referendum zou kunnen komen over Zwarte Piet? Ja. Hoe zou je dat opgezet willen hebben? Want je weet dat momenteel, we hebben het altijd over een hele kleine minderheid, maar dat valt heus wel mee. Er zijn heel veel mensen in Nederland die het of tegen zijn en zeggen weg met de huidige Zwarte Piet, of ze zeggen aanpassen. Ja. En je hebt ook gewoon heel veel mensen die zeggen van, precies, dat boeit me niet zo. Het maakt me niet zo uit, we zien wat er gebeurt en dan wil ik graag mijn mening erover kunnen geven. Ja. Als we nu een referendum zouden doen, dan is het 100% dat het naar de mensen van de voor gaat. Omdat er nog te weinig informatie komt. Video's als deze, die we proberen uit te leggen met een hele van hot naar hergang. We hebben expres ervoor gekozen om geen tv-format te doen waarbij we van tevoren de vragen hebben klaargelegd en op duidelijke volgorde van een begin tot een hoofdstuk en een conclusie. Helemaal niet. Hebben we expres niet voor gekozen. Gewoon lekker beginnen zonder voorbereiding. Als er zo'n referendum zou kunnen komen waarbij ook kijkers die nou kijken, misschien als ze dan rond die tijd oud genoeg zijn om te stemmen. Hoe zou je dat dan willen zien? Want ik zie dat wel als oplossing, dat als we het gaan doen, dan moet er niet een groepje mensen zijn die genoeg protesteren en dat wij als land in totaliteit eigenlijk maar geforceerd dan maar moeten gaan aanpassen. Iets wat winkels nu hebben. Ja. Die worden racistische winkelketens genoemd omdat ze nog bepaalde dingen hebben. Die voelen zich in een hoekje gedreven, net als de gemiddelde Henk en Ingrid bij de open haard met de schoentjes zetten. Die hebben zoiets van, er wordt mij iets afgenomen. Ja. Of er wordt mij iets opgelegd.
in feite. Ja. Nou, als je dat nooit gewend bent, dan is dat natuurlijk best wel raar. Ja. Hoe zouden we dit dan moeten aanpakken? Nogmaals, ik noem een referendum. Misschien vind je dat geen goed idee. Nee, ik ben niet voorstander van een referendum. Hoe dan wel? Dat is een heel goede vraag. Want de bewustzijn, dan denk ik dat je nog 20 jaar komt. Ja, daar moet eigenlijk... ik denk dat daar de kern van de oplossing ligt ook. Is het bewustwording. Ik denk dat er meer tijd en meer energie... meer passie ook en misschien ja, meer educatie beschikbaar moet zijn op het gebied van bewustwording. Ik merk gewoon, er zijn bepaalde organisaties die lespakketten over dit geven en je merkt gewoon op het moment dat je die lespakketten worden gepresenteerd op scholen en ze nemen dat lespakket door, dus aan de hand van een boekje en een PowerPoint presentatie, merk je gewoon, het is zo duidelijk uitgelegd dat gewoon knop gaat vaak dat je, oh, zo heb ik er inderdaad nooit naar gekeken. Het is een heel mooi, heel mooi lespakket. Ik denk dat de meeste tijd en energie moet zitten in bewustwording. Want we hebben er niks aan als het inderdaad, stel dat vanaf hoger af wordt gezegd, oké, we kappen ermee of het is nu verboden tussen haakjes. Dan is het misschien wel verboden en doen mensen niet meer. En dat is in eerste instantie is dat fijn voor de kinderen, zullen we zeggen, die er nu last van hebben. Maar uiteindelijk is daar het probleem niet mee opgelost. Want wat ik wil, is dat iedereen begrijpt. Snapt waarom het gebruikt is bij hun. Ja. Ja, precies. En wat nou als je met iemand als mij te maken hebt? Want ik ben, ondanks dat ik het eigenlijk al voordat ik dit gesprek had met jou, wist ik wel degelijk dat er een racistische ondertoon in zit. Ja. Ik heb net een kleine zoon, die heb je net beneden gezien. Ja. En mijn mening is, ik wil dat hij Sinterklaas kan vieren. Ik wil dat schoentje kunnen zetten. En dat maakt mij persoonlijk niet zo heel veel uit of die Piet paars is. Maar als het jou niet uitmaakt, dan maakt het toch ook niet uit of als hij niet zwart is. Precies, ja. Dat is het. Daarom sta ik er neutraal in. Het gaat mij alleen, mijn kritieknoot is en blijft dat ik het als een soort van, en ik weet dat de overheid niks anders doet, maar er wordt mij verteld wat ik ben, hoe ik me gedraag en wat hoe ik iets moet aanpassen. Nee, en dat is het. En dat is nee, maar dat is even letterlijk hoe dat is hoe het overkomt. En dat snap ik heel goed. Maar daarom wordt er ook gezegd, Zwarte Piet is racisme of racistisch. En niet mensen die het vieren of mensen die het feesten. Dat is een van de belangrijkste punten. Ja, want dat is echt heel belangrijk. Mee. Niemand die dit kijkt is racistisch omdat je Zwarte Piet vieren, zeg maar. Ja, niet omdat je het viert, niet omdat je het hebt gespeeld, niet omdat je er plezier aan hebt beleefd. Het karikatuur op zichzelf staand. Dat is een wat anders kan. En ik geloof niet dat mensen dit doen van, ik ga dus even lekker mensen pesten. Nee. En ik ga dit doen om mensen dwars te ballen. Ik geloof dat niet. Nee, het is een gewoonte ook geworden natuurlijk. Hè? Ja. Zwarte Piet, er zijn zoveel liedjes over gemaakt. Iedereen kent het. Dat is een van de bekendste termen wat bij de Nederlandse cultuur hoort. Sinterklaas en Zwarte Piet. Helemaal te zomaar af te krijgen. Nou ja, nogmaals, 20, 30 jaar gaat het misschien wel duren. Omdat we ook een beetje bij het einde van de video zijn, moet ik nog even één keer mijn camera resetten. Omdat we ook zo'n beetje bij het einde van de video zijn, wou ik ook even afsluiten. En natuurlijk jou heel erg bedanken. Nog even, jij kan nog een laatste woord doen natuurlijk naar, ik denk dat deze video misschien nog 100.000 man draait. Ja. Ook al wat ouders daardoor, wel heel handig. Ja, zeker. En ik wil even aan jullie melden hoe het voor mij overkomt in ieder geval. Ik heb het net al gezegd, het maakt mij niet zo heel veel uit of we de pieten van kleuren veranderen. Er mag alleen fundamenteel niet te veel aan het feest veranderd worden. Het moet leuk blijven voor kinderen. Mm-hmm. Ik heb nou zelf natuurlijk een kindje en daar draait het allemaal om. Het gaat om hun, niet om ons als ouders. Wij moeten daar best wel aanpassing kunnen doen. En zolang een kind ook kan lachen om een gekleurde Piet. Of niet zo overdreven als een regenboogpiet te zijn. Maar hè, zonder smink, wat maakt het uit? Het gaat overduidelijk. Het gaat om hulpjes. Ja. Hè? En of dat dan inderdaad een pikzwarte jongen is die mee wil doen als Zwarte Piet. Nou, dan hebben we er inderdaad eentje tussen. Maar dat is tenminste zijn eigen huidskleur. Ja, precies. En daar gaat het om. Dat iemand... Precies. Laat iedereen de huidskleur spelen. Een spierwitte jongen uit Appelscha. Prima. Dat maakt mij persoonlijk niet heel veel uit. Het feest moet gewoon blijven. En daar zal ik voor strijden. En zodra er een groepering is, doen jullie gelukkig niet een groepering is die zegt van... Het feest moet weg. Omdat het feest u al 200 jaar gevierd is met een racistische ondertoon, mag het nou ook al helemaal weg? Ja, dan krijg je met mij aan de stok. En zo geldt eigenlijk bij alle dingen die ik belangrijk... vind, daar zal ik altijd voor gaan strijden. En ik denk dat het voor jullie handig is om hier een mening over te vormen. Ik snap het, dat door hoe hij onder andere weggezet is in de media als overal maar tegen en moet weg. Snap ik een hele aardige jongen ben. Snap je dat je misschien helemaal klaar bent met de Zwarte Pieten discussie. Je hoeft er ook niet mee te discussiëren zolang je maar een mening hebt en zolang je maar snapt waar deze video een klein beetje om gaat. Je hoeft het niet met hem eens te zijn, je hoeft het niet met mij eens te zijn. Vorm zelf je mening erover. En ja, het klinkt echt als een heel erg linkse social justice warrior, maar educate yourself. Ga gewoon op Google, er is zo verschrikkelijk veel informatie. Ja, typ oorsprong, Zwarte Piet is een keer in.
taalloze dingen, ja. Ontzettend veel. Ik geef het woord nog even aan Daryl. Voorlopig, dat is ook het einde van de video zijn, waarop je een mooie laatste zin kan uitspreken voor een mooie fade-out. Vergeet niet even te abonneren op DDG en te liken, jongens. En voor de mensen die het 50 minuten volgehouden hebben, props, man. Ja, het enige wat ik wil zeggen is, we zouden graag een feest willen voor iedereen. Dat het voor iedereen leuk is en dat iedereen dit feest met plezier kan vieren. En dat we dit van generatie tot generatie kunnen doorgeven. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En fijn dat we deze video konden maken. Ik denk dat het belangrijk is om ook gewoon een keer een video te zien waarin twee mensen elkaar niet aan het afbranden zijn, maar juist proberen elkaar te begrijpen en te kijken, oké, waar zitten de overeenkomsten. En voor de rest moet je gewoon een duimpje omhoog geven. Nu hoeft David het niet meer te zeggen. En subscribe als je dat nog niet hebt gedaan. En dat. En als je wil, mag je ook op mijn kanaal subscriben. Ik maak hele leuke muziek. Een vrolijk kerstfeest is natuurlijk en ook een heel erg vrolijk gelukkig nieuwjaar. Sinterklaas en een nieuw jaar, inderdaad. Maak er wat leuks van, jongens. En ik ben heel benieuwd. Discussieer lekker los in de reacties. Ik ga niks... Maar niet uitschelden? Nee, dat lijkt me niet. Maar ik zal alsnog de reacties gewoon allemaal lekker goedkeuren. Ik ben heel benieuwd waar jullie mee komen. En ze komen sowieso met een paar reacties. En die wil ik alvast als... Oh, doe eens. Ja, ze komen met Blanke Vla. 100%. Blanke Vla, jodenkoeken, dat is een beetje... Moet me allemaal niet. Oké. Jodenkoek is uitgevonden door meneer Joden, dus die hoef je niet meer te zeggen. Blanke Vla staat geen karikatuur van een witte man op een plak Blanke Vla, die hoef je ook niet meer te zeggen. Negerzoen, dat is... Ja, neger is gewoon, dat betekent lading van slavenschip. Dus heel logisch dat het woord is veranderd. Wat heb je nog meer? Wat kunnen ze nog meer gooien? Nou ja, dat er natuurlijk ook stammen zijn, maar dat heeft te maken met dat die alleen maar slechte ervaringen hebben gehad met blanke invaders, die daadwerkelijk feesten hebben. Je hebt ze in Afrika genoeg. En ook in Zuid-Amerika, die vieren een feest met waarbij de slechterik een grote witte man is. Een karikatuur van een blanke. Maar dat heeft te maken met dat wij het leuk vonden met grote schepen naar binnen te varen. Dus heel grappig. Dat voorbeeld hoeft ook niet, jongens. Maar nogmaals, het draait voor een deel om racisme en voor een deel om Zwarte Piet. Discussieer lekker los. En de laatste die ze nog kunnen gooien. Gaan we echt afsluiten. Dan gaan we echt afsluiten. En het is dat we zeggen van er is een verhaal verspreid waarin wordt gezegd dat Sinterklaas slaven heeft bevrijd. Maar dat is niet waar, want Sint-Nicolaas is geboren in 280, gestorven in 342. En de transatlantische slavernij vond plaats in 1600. Dus dat kan niet. Sint-Nicolaas heeft nooit tot slaaf gemaakt en bevrijd. Hij is altijd een soloist geweest. Ja. En hij deed hele mooie dingen. En dat is het belangrijkste van dit feest. En daar kunnen we ook de video mee afsluiten. Dat het feest gaat omdat je iets geeft aan een ander. Ja. En laten we ook dan daardoor meer geven om elkaar. Zoals respect. Zoals respect. Bedankt voor het kijken, jongens. En tot de volgende video. Later.